Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de meeste plaatsen is het vanochtend bewolkt en zeker in het noorden en midden van het land valt nog, valt nog steeds regen. De neerslag trekt in de loop van de dag verder naar het zuiden en zuidoosten. In het noorden wordt het dan op de meeste plaatsen droog en zeker later vanmiddag breekt in het noordwesten misschien zelfs nog even de zon door. De middagtemperatuur ligt rond 7 of 8 graden en de wind die neemt behoorlijk af en draait naar het westen tot noordwesten. Hij wordt matig, aan zee nog soms vrij krachtig, met kracht 3 tot 5, en vanavond nog maar zwak tot matig. Verder is het vanavond op de meeste plaatsen droog, in Limburg misschien nog een beetje regen, en het koelt af naar een graad of 5. Dan morgen hebben we te maken met zonnige perioden in de middag. In de ochtend is er nog vrij veel bewolking. Verder trekken de gedurende dag een aantal winterse buien over het land met regen en natte sneeuw. Het wordt 6 of 7 graden bij een matige noordwestenwind. Ook woensdag, donderdag en vrijdag hebben we vaak een noordwestelijke wind, met op woensdag nog steeds een aantal winterse buien, maar donderdag en vrijdag is het droog met vrij geregeld zon. De middagtemperatuur ligt rond 6 graden, in de nachten kan het licht vriezen. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.